vrienden, we zitten inmiddels in de tweede Adventsweek, donderdag. En vandaag horen we Jezus die prijst Johannes de Doper. Johannes de Doper. Wet en profeten hebben natuurlijk de Messias altijd al voorspeld. Heel veel profeten, heel veel is van toepassing. Uiteindelijk klopt het allemaal met Jezus. Johannes heeft hem niet voorspeld, hij heeft hem aangewezen. Zie het Lam Gods, dat het zonde van de wereld wegneemt. Dat is die overtuigende tekst van Johannes. Zie het Lam Gods. Wij denken bij een lam aan een lief, aaibaar beestje. Maar in die tijd wisten ze het wel, een lam dat wordt geslacht. Een lam dat wegneemt de zonden der wereld. Johannes wist, hij is de Messias. Hij is het. Ik ga even naar Lucas. Lucas, die is er veel aan gelegen om precies te dateren wanneer Johannes optrad. En hij zegt het er ook bij. Johannes, hij zegt, het is in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. En Pontius Pilatus was landvoogd. Hij doet dat ook als hij het geboorteverhaal vertelt. Wie daar keizer was, wie landvoogd, wie daar de machthebbers waren. Hij dateert het. Geografisch, historisch, politiek. Matthäus, uit wie we vandaag lezen, die doet dat ook. En nadat Herodes gestorven was, en Herodes die was opgevolgd door Archelaus, als ik het goed zeg. Waarom die precieze datering? Dat is van belang. Waarom hebben we het over een historisch feit, een historisch voorval? Niet om een verhaal met een moraal, niet om fictie. En dat is een belangrijk gegeven. Lucas zegt het trouwens in het begin van zijn evangelie al. Hè. Hij heeft een zorgvuldig onderzoek ingesteld om eens te kijken, wat is nou eigenlijk allemaal gebeurd? Er is iets gebeurd. Geen creatieve fictieverhalen. Kijk, het is moeilijk te geloven wat er gebeurde, die wonderen. Maar toch, het zou pas echt een wonder zijn als het niet was gebeurd en twee Joodse vissers en een Joodse tollenaar en een Griekse dokter die verzinnen een literair genre wat nog niet bestond. Een soort realistische fictie, realistisch in die zin. Bestaande figuren, bestaande plaatsen, fictie in die zin. Ze hebben er zelf een verhaal van gemaakt, zelf verzonnen. En dat heeft al 2000 jaar al de wereld bewogen. Ja, dat soort fictie, dat bestaat niet. Dat zou pas echt een wonder zijn. Nee, er is Lucas en Matthäus alles aangelegen. Er is iets gebeurd. In de tijd. Op een bepaalde plaats. En het is Jezus die deze Johannes aanwijst. Hij is de grootste der profeten. Johannes de Doper, hij is de laatste profeet. Voor hem, 400 jaar, was er een soort stilte. Maar al die eeuwen daarvoor, heel die heilsgeschiedenis is erop gericht. Zijn voorspellingen, zijn profetieën, die gericht zijn op de komst van de Messias. En er zijn zoveel profetieën, als je ze allemaal telt. Ik heb dat nooit gedaan, anderen wel, 300. En die zijn allemaal uitgekomen in het leven van Jezus. Werkelijk allemaal, tot de kleinste details toe. Als de psalmist zegt, hij zal worden doorboord. Dan moeten ze honderden jaren ervoor hebben gedacht, waar gaat dit over? Het was honderden jaren voor het Romeinse Rijk, ook honderden jaren voor de kruisiging. Dus doorboren van handen en voeten nooit van gehoord. Maar het is allemaal letterlijk van toepassing. Zelfs een zin als, en ze dobbelden ze om zijn gewaad. Ja, wat deden ze toen Jezus aan het kruis was genageld? Ze dobbelden inderdaad om zijn gewaad. Kijk naar die eerste lezing hè, van vandaag. Jesaja, een van de profeten. Wat zegt Jesaja? Houd goede moed, volkje Israël. Hij zal komen, die verlosser. Elke heuvel zal geslecht worden, elk dal gevuld. En het is Johannes die dit citeert van Jesaja. Bereid de weg voor de Heer, effen de baan. Hè? Slecht de heuvels, vul de dalen. Het pad moet geëffend worden voor de Heer. Hij komt. En maak die weg gereed. Alles waar je allemaal zelf je groot in maakt. Nee, maak dat klein. En waar je
in de diepte bent en waar je denkt, ik zie geen uitweg meer. Nee, vul dat op. Weet dat hij komt. Bereid die baan. En die weg, die weg bereiden, nee, dat is niet door een gelijkheid, dat iedereen maar gelijk is. In die zin dat alle heuvels en dalen geëffend moeten worden. Ook geen marxistisch plan, geen privébezit meer, iedereen hetzelfde. Er moet iets anders geslecht worden. Waar gaat het om? De zonde natuurlijk, hè. Het is toch niet voor niks dat Johannes zegt, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. En Jezus' eerste woorden zullen zijn, bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Dat moet opgeruimd worden. De zonde is een oproep tot bekering. Even het pad voor Jezus. Jezus die uiteindelijk zal zeggen, ik ben de weg, ik ben dat pad. De weg naar de Vader. Niet, hij wijst niet een weg, hè? Dat gebeurt in de islam, dat gebeurt bij het boeddhisme. Nee, ik ben de weg. Dat is wat Johannes ook wil zeggen. God, hij komt onder ons. Hij is gekomen.